Rut Koelewijn en Lammert van Diermen zijn al jarenlang teammanager van Spakenburg en van IJsselmeervogels. In een openhartig verhaal vertellen zij wat hun functie nou precies inhoudt. Rut Koelewijn en Lammert van Diermen, jullie zijn al jarenlang teammanager. Hoe lang is dat voor jou, Rut? Nou, Willem, ik ben begonnen in seizoen 2011-2012 met onder André Pauws. Dus dit is mijn 13e seizoen alweer. En voor jou, Lammert? 2004-2005 met Philip de Haan. En dit wordt seizoen nummer 20. Dus ja, het is een lange tijd. Maar ik vind het leuk. Zeker een lange tijd. Hoe komt het nou dat jullie dat veel langer volhouden dan al die trainers die bij de clubs gezeten hebben? Wij zijn echt clubmensen. Rut met een blauwheid, ik met een roodheid. En die andere, die mensen, de trainers, zijn verbangers. En als het goed gaat, mogen ze blijven. Als het niet goed gaat, gaan ze eruit. Ja, eigenlijk precies wat Lammert zegt. Zeg maar. Wij zijn bij die club. We doen het werk graag. En het is ook ontzettend leuk om te doen natuurlijk. En een trainer die is afhankelijk van resultaten. En dat zijn wij gelukkig niet. In het betaalde voetbal is het nog wel eens zo dat dan ook de elftalleider vertrekt, hè, als de trainer eruit moet. Maar dat zie je in het amateurvoetbal niet. Nee, dat zie je inderdaad niet. Ik heb nog gehoord dat een elftalleider ook gelijk met de trainer eruit ging. Maar ik denk dat het ook komt omdat er zijn er ook niet zo heel veel die dat willen doen, denk ik. Die er zoveel tijd in willen steken. En die ik zou er bij ons in de club geen vijf op kunnen noemen die zeggen we nemen de stokje over. Ik denk dat het daardoor komt, ja. Nou, ik heb wel gezien de trainer van AFC vorig jaar, Nyom. Die wilde zijn eigen teammanager hebben. Dus de oude teammanager ging eruit. En hij nam zijn eigen teammanager mee. Ik heb hier ooit een sollicitatiebrief gezien van iemand die wilde solliciteren als teammanager. Ik kwam bij Almere City vandaan. En die had in zijn brief staan van hij kon wel een stukje professionaliteit brengen hier. Toen de tijd was Almere City nog helemaal niks. Dus het bestuur schoot in de lach, zeg maar. Ik moet wel zeggen, ik krijg heel veel rugdekking van het bestuur. Wie ook in het bestuur zit. Ik heb er echt een hele goede band mee. Dus ik sta eigenlijk een beetje boven de partij. Dus ik ben wel blij mee. Hoeveel tijd gaat er nu in zitten? Heel veel. Er gaat echt heel veel tijd mee. Maandag ben ik hier, dinsdag ben ik hier, donderdag ben ik hier met de training. Zaterdag de hele wedstrijd. Als je niks hoeft te doen, dan ga je om 2:30 smiddag naar het voetbalveld toe. En om 3:00 begint de wedstrijd en je bent klaar. Ja, ik ben nu al bezig met oefenwedstrijden voor volgend seizoen. Ik ben nu al bezig met kleding. Ja, dat soort dingen, dat blijft me doorgaan. In de vakantie ook. Dan denk je, hebt vakantie? Nee, dan zijn we alweer volop aan de gang. Dus er zit echt veel tijd in. In uren weet ik niet, maar kijk, op mijn werk weten ze dat ik het doe. Dus mijn telefoon noemen ze de vogelfoon. Ja, de vogelfoon gaat, Lammert. Dus dat gaat gewoon tussendoor. In uren had ik ook niet, heb ik ook nog nooit zitten rekenen. Mevrouw zegt altijd, je bent stapelgek, zeg maar, om hoeveel uur erin stopt. Maar ik heb er ook nog nooit aan gerekend. Maar het is inderdaad, wat Lammert zegt, is bijna 7 dagen in de week. Er is elke dag wel iets, zodat er geregeld moet worden. Of een vraag van de speler of iets van de trainer die we geregeld willen hebben. Dus ja, dat is bijna dagelijks. Je vrouw moet je ook mee hebben, denk ik, hè? In zo'n rol. Ja, die moet het ook wel leuk vinden, zeg maar. Die moet in principe niet het gunnen. Ze moet het gunnen dat je dagen weg bent, dat je even tussendoor even naar de club moet, dat je s'avonds even weer weg moet. Ja, dat moet ze je wel gunnen, ja. En gelukkig doet ze dat. Gaat ze ook mee naar de wedstrijden? Nee, ze vindt verschrikkelijk. Nee, ze vindt echt voetbal verschrikkelijk. Jaren geleden ging ze wel eens mee. Maar ze zegt, 90 minuten, er komt geen eind aan. En dan zit ze met andere vrouwen zat ze op de tribune. En dan was het eindelijk rust en dan gingen ze wat drinken. En dan zaten die andere vrouwen, kom, ze gaan weer beginnen. Ze zegt, je stopt ermee. En hoe zit dat met jou? Ja, mijn is helemaal gek van voetbal. Die heb ik geïntroduceerd onder Leus. We hadden voor de wedstrijd altijd broodjes, zeg maar. En later wilde hij pasta. Nou, dat hebben we de eerste 2 jaar hebben we dat besteld, via de mandenmaker en weet ik veel wat allemaal. Ja, toen kregen we op een gegeven moment een wedstrijd op tweede paasdag. Ja, die gasten konden dat niet regelen. Ja, dan zaten we met handen in het haar en toen hebben we voorgesteld, hadden we inmiddels een nieuwe sponsor op. Met een fraaie keuken en we gaan het zelf doen. Dus mijn vrouw doet dat met Anita en soms een vervanger.
Ja, en dan maken ze de pasta voor de wedstrijd met de uitwedstrijden. Dus die is hier om 10 uur. En die gaat heel vaak mee met de uitwedstrijden. Horen jullie nu alles tijdens de wedstrijd wat van de tribune afgeroepen wordt naar de spelers? Nee, ik geloof niet dat ik... Nee. Je hoort wel eens iets, maar nee, ik kan niet zeggen als... Nee, eigenlijk nooit. Kan ook aan mijn oren liggen natuurlijk. Maar nee. Ik, je hoort wel eens als er vlak achter je wat gebeurt, maar... Ja, ik denk altijd van, ze doen maar. Ja, ik hoor best wel veel. En dan hoor ik ook sommigen wie het zegt. En dan zeg ik wel eens tegen de trainer, luister niet naar, joh. Dat is iemand met een beperking, die weet niet beter. En dan voren dit en bal tikken. En ze zijn in staat om na 3 minuten al te zeggen, je moet wisselen. Ja, weet je, dat werkt soms niet, hè. Ja. Het mooiste verhaal wat ik nog eens een keer meegemaakt heb, we speelden uit bij Hoek. We verloren met 1-0 daar volgens mij, al jaren terug, in de tijd van André Kemper en zo allemaal. En we kwamen terug, iedereen was zagrijnig hier. We kwamen terug in de kantine en je moet andere spelers opstellen. Ik zei, nou, wie zou jij opstellen? Die noemden ze op. Ik zei, let op, hè, je hebt er nu al 13. Je hebt er 13 al opgenoemd, hè, dus er moeten 2 uit, hè? Oh ja. Dus ja, weet je, het blijft interessant, maar ik reageer er ook niet op. Maar ik hoor best wel veel. Maar het kan ook zijn dat bij ons de laatste seizoen natuurlijk, dat bij ons alles mee zit. Dat het loopt, dat het publiek die staat erachter. Dus dan, ik denk dat er ook veel minder kritiek is op het moment bij ons. Hoe is het als een speler die moet gewisseld worden en die wil er eigenlijk niet af? Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, dat heb ik er nog meegemaakt eigenlijk. Nee, maar de speler die gewisseld wordt, die moet er gewoon af. Ze zijn niet altijd blij natuurlijk. En soms zijn er maar dat komt later zeg maar, in de kleedkamer of op maandag komen ze erop terug met de trainer. Maar het is nooit zo dat er iemand zegt van ik kom er niet af. Hoe is dat bij jullie, Lambert? Nou ja, in de tweede divisie is het makkelijk. Je hebt een mooi bordje en dan zit die 12 gaat eruit en 7 gaat erin. Bij derde divisie tegenwoordig, ja. Dan moet je het allemaal zelf regelen. Hotsenknots begonnen, noem ik dat maar even. We willen wisselen. Nou, dan komt er eentje. Ja, en dan moet ik vaak zelf roepen. Nou, meestal valt het wel mee. Een mooi verhaal is wel. Je had het over kritiek op de tribune van supporters. Leusers was trainer hier al. Die zegt, je moet 12 wisselen. Lammert, die gaan we dus sowieso niet wisselen vandaag. Oh, ja. Dat was Leushuis. Hij zegt, ik ga niet bepalen wie er gaat wisselen. Die gaat de hele wedstrijd spelen. Hoe is het als je een wedstrijd verloren hebt? Dan ligt er voor jullie ook een taak om de boel weer zo snel mogelijk in een positieve te krijgen. Is dat dan moeilijk als er heel slecht gevoetbald is? Ja, ik vind het voor mij persoonlijk vind ik het soms nog moeilijker. Dat ik zit soms meer in de put dan die spelers, zeg maar. Dat ik ermee zit van een slechte middag gehad of een slechte zaterdag gehad. Maar in principe gaat het... De tempo in de wedstrijd, de tempo in de competitie, dat is zoveel. Dus eigenlijk, ja, die zaterdag, dat is Chris houdt dan een uitpraatje in de kleedkamer. Ja, of het nu goed of slecht is, of het gegaan is. Maar in principe gaan we dan nog weer verder tot maandag. Dat er wel weer beelden zijn voor de volgende wedstrijd. Dus tijd om, ja, dat valt wel mee. Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Waar ik wel de pesthekel aan heb, is dat ik na afloop moet ik naar boven toe. Aan die bestuurskamer en dan geef ik iedereen nog even een handje van het bestuur van de tegenpartij. Gefeliciteerd, dit en dat. Nou, daar heb ik echt de pestbok in. 2 jaar terug verloor ik 18 wedstrijden. Moest ik 18 keer naar boven. Ben ik ook bij de TC geweest. Als je nu geen andere spelers gaat halen, weet ik het ook niet meer. Maar daar heb ik echt geen zin om elke keer die felicitatie over te gaan brengen. Weet je. Hoe verdiend ze soms ook zijn. Maar weet je, ik was vroeger gewend. Ja, Lambert, gefeliciteerd, weet je wel, dat soort dingen. Ja, die rollen zijn inmiddels een beetje omgedraaid. Ja, daar baal ik wel van als een stekker. En net wat Rut zegt, ik denk ook dat wij zitten meer in de put. Ja, en ik vind dat spelers wat meer op de kloten mogen hebben, joh. Donder, ze krijgen een hoop geld, ze verdienen prima. En dan na de wedstrijd, we gaan even een biertje doen en dit en dat. Nou, kom naar de kantine toe, kom onder de supporters. Nou, laat die gasten maar even wat vragen afvuren. Ze weten het zelf ook allemaal prima te vertellen anders. Wat is nou de beste speler die jullie in al die jaren meegemaakt hebben? Nou, ik kan er niet één op noemen, dat zijn er wel meerdere, denk ik. Maar ik was er zelf ontzettend fan van Kees Tol natuurlijk. Die 3 seizoenen bij ons gespeeld heeft en die 105 goals gemaakt heeft, geloof ik, in die 3 of 3,5 seizoen. Ja, wat zijn er meer spelers? Ik vind op het moment Sam van Huffel vind ik een geweldig speler. Dwayne Green. Maar ik vond wel Ismo Vorstemans in die tijd. Ja, die vond ik ook geweldig. Ja, ze zijn er al meer spelers. Maar...
Nou, voor mij is dat Kevin Winter. Dan heb je geen trainer nodig. Als je Kevin Winter op het veld hebt, dan heb je geen trainer nodig. Die zet het gewoon neer en de trainer kan zeggen wat hij wil. Maar loopt het in de wedstrijd even je 10 minuten iets anders. Iets omschuiven, omzettingen en dan wordt het gewoon geregeld. Dus buiten Kijf, buiten andere jongens, heel goed zijn. Kevin Winter, absoluut de beste speler. Hoe is het met de spanning voor de wedstrijd bij jullie? Nou, spanning heb ik niet zo heel veel meer. Eerlijk zeggen, al die jaren, dan voor hele belangrijke wedstrijden natuurlijk, dan voel je wel die spanning. Maar nou, ik kan niet zeggen dat ik helemaal elke wedstrijd nog een hoogtepunt is. Nee, ik heb ook geen spanning. Ik had wel afgelopen zaterdag tegen Sparta een beetje kriebels. Maar niet dat ik zenuwachtig was, maar lekker dat het gaat beginnen na al die oefenwedstrijden. Ja, en toen begon, wist ik helemaal niet waar ik aan begon. Dus ja, dan liet ik maar over me heen komen en dan denk je, oh, kan dit gebeuren, kan dat gebeuren. Ja, inmiddels hebben we al zo over derby's ook en alles meegemaakt. Dus ja, ik heb het niet meer. Ik maak altijd lachen van trainers die zeggen van, ja, ik heb van alles meegemaakt en die derby stelt niks voor, weet je wel. En dan staan ze hier en dan moet je dan net niet de hand vasthouden van sommige gasten. Dus nou ja, spanning ook niet. Merken jullie voor de wedstrijd dat het goede gevoel er is bij de groep van nu vanmiddag gaat het lukken? Merk je dat voor de wedstrijd? Ja, ik zie het altijd al aan de warming-up voor de wedstrijd. Of die spelers er echt 100% mee bezig zijn, of dat het wat minder is. En dan ga ik vaak naar de trainer toe, dan zeg ik afgelopen zaterdag nog toevallig. Dan ga ik naar Chris toe en zeg ik, hoor eens even, geef de Dreek even een paar flink op de faal, die zeggen. Maar of gooi even een paar krachttermen erin, dat het wel iets scherper wordt allemaal. Ja, na al die jaren zie je het wel. Ja, ik heb het ook. Ik kan het wel merken. En soms ook al de beleving van in de bus, zeg maar. Ja, je zou ze als de coach moeten geven die niet eens weten waar ze heen moeten. Wij spreken, ja, ik vind dat je er gewoon 100% van mee bezig moet zijn. Dus wij proberen daar wel heel scherp op te zijn. Maar ja, je kan soms wel merken ook, als ze echt lekker in de vel zitten, ja, dan loopt het ook. Dan zie je goed voetbal, goede aanvallen, goals. Dan hoef je eigenlijk niet zo druk over te maken. Maar ja, als ze... Ja, ik heb altijd een hekel aan als ze beginnen te zeiken, weet je, over het veld. Ik noem wat, een kleine kleedkamer, slecht weer, ballen niet goed. Ja, ga nou eens naar je eigen terug. Zelf goed spelen en de rest is allemaal randzaak. Daar heb je toch geen invloed op. Hoe gaan jullie met de scheidsrechter om? Het kan natuurlijk ook wel eens zijn dat iemand totaal zijn dag niet hebt. Dat hij in jullie ogen alles maar fout doet wat hij maar fout kan doen. Nou, daar ga ik altijd heel relaxed mee om. Ik geef na afloop altijd de scheidsrechter aan, dan zeg ik, geweldig gefloten. Al denk ik, nou, je hebt er vandaag echt een puinhoop van gemaakt. Maar 3, 4, 5 weken of 2 maanden later, dan kan je ze weer tegenkomen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik ook met al die scheidsrechters en al die jaren goed contact heb. Ik heb dus een paar in mijn telefoon staan, die hebben nog wel eens die dagen ervoor contact. Over het tenue van de keepers. Als er wel eens wat vreemd is. Maar nee, met alle heb ik eigenlijk een hele goede band met al die scheidsrechters. Ja, ik ook. Ik ga nooit aan de autoriteit van een scheidsrechter twijfelen. Ik kan er helemaal niks aan doen. Hij is de baas die dag. En ik geef hem ook keurig een hand. Ik wens hem een prettig weekend. Goed gefloten. Ik vind het prima. Ik heb wel vorig jaar heb ik een scheidsrechter, waar de Mike de Bruin. Dat was dat 2 jaar terug of zo tegen Jong Sparta. En dat was heel slecht. 3 rode kaarten, weet ik veel wat allemaal. En dan sprak ik later zijn scheidsrechterbegeleider. En toen zei hij tegen mij, Lammert, hoe lang loop jij nog mee? Dan weet je toch zelf of het goed of fout is. Dat was dan de uitspraak van zijn begeleider, weet je wel. En ik moet zeggen, ik heb hem vorig jaar gehad. En daar heb ik voor de wedstrijd, 2, 3 dagen voor de wedstrijd, heb ik contact met hem opgenomen. En gezegd, Mike, vorig jaar is er het een en ander gebeurd. Hij mocht zelfs niet eens meer naar het sponsorroom toe. Dat was er nooit gebeurd. Van, ze konden de veiligheid niet meer waarborgen door de supporters. En toen zei hij, oh, ga je erop beginnen. Ik zeg, ik wil het gewoon even kenbaar maken. We beginnen op nul, niks aan de hand, dit en dat. En een vlotte prima wedstrijd. Ik vind, je moet het wel bespreekbaar kunnen maken. Maar ik ga niet tornen aan zijn beslissingen over dit verhaal allemaal. Maar als er iets gebeurd is, nou, moet je het wel uit kunnen praten, zeg maar. Wat is de slechtste wedstrijd die jullie ooit meegemaakt hebben tijdens jullie functie? Hij weet er wel wat ik ga zeggen, denk ik. Ja, dat was vorig of 2 seizoenen geleden trouwens, ja. Dat wij daar bij IJssel hiernaast met 4-1 verloren. Dat was echt verschrikkelijk om mee te maken. Ik ben ook nog nooit zo kwaad geweest eigenlijk na de wedstrijd. Toen moesten ze jou even opbeuren, de spelers.
Ja, ik moest mezelf ook eerst opbeuren. Maar ik weet nog, er stond een zo'n grote muziekbox staat bij ons in de kleedkamer. Dus het was afgelopen en we hadden met 4-1 verloren. Ik had het gevoel dat we het weggegeven hadden. Ik geef die muziekbox, die geef ik een penalty. Die vloog geloof ik een meter de lucht in. Toen voelde ik al aan mezelf van nou, dat voelt niet goed. Toen heb ik nog een paar biertjes genomen, toen ben ik naar huis gegaan. Ik durfde er bijna mijn schoen niet uit te doen. Dus ik heb er nog foto's van, dat zag er niet uit die teen. Ik heb er een half jaar last van gehad. Nou, voor mij is die klip en klaar. Dat was hier volgens mij verloren met 7-2, hier ook. Zeg maar, onder wisseling. En dat was natuurlijk één groot drama was dat. Als je verliest van de buren met 7-2. En ik ga even zeggen, hè, dat gelooft niemand. Maar thuis kunnen ze bevestigen en een paar vrienden van mij ook. Ik heb het gewoon voorspeld, hè. Ik heb gewoon gezegd, op donderdag vrijdag let op. We gaan met 6-7-1 verliezen. Want wat er toen allemaal in die week vooraf gebeurde. Nou, dat weet je niet weten. Daar kan ik een boek over schrijven. Maar dat ging helemaal nergens op. Derde keeper op doel. Ja, spelers, bij wijze van spreken, de nummer 17, 18, 19, die gewoon in de bal stonden. Ja, dat kon never nooit goed aflopen. Hoe is het omgaan met het publiek wat achter jullie staat als jullie op de bank zitten? Vooral bedoel ik even met de uitwedstrijden. Dan kunnen ze misschien wel eens op een rare manier tekeer gaan. Ja, er zijn clubs, zeg maar, waar ik van weet dat daar zat de duck out, zeg maar. Hier zitten de muren heel erg, de tribune in mijn rug. Maar dan bij je uitclub stemmen, dan staat het publiek, die staat in principe een meter of naast de duck out. Ja, dan zijn er wel eens, ik kan clubs opnoemen waar het heel vervelend is. Die constant zitten te zeuren en zanik en het ding nooit goed. En als de trainer even gaat staan, meteen tegen die trainer aan de gang. En wat roepen ze zoal dan? Ja, wat roepen ze aan? Ja, een palingboer misschien, of heb je paling bij je? Of dat de vis duur betaald wordt natuurlijk, omdat wij succes hebben. Ja, en dat soort dingen. Maar het is, in principe is het niet... ik zou niet zeggen dat het echt storend is, maar ik denk wel eens... Als je niks anders te doen hebt, ga op zaterdagmiddag lekker een hengeltje kopen en gelijk langs de waterkant zitten. Ja, ik had het ook bij allemaal, hoor. Je hebt echt clubs, dan staan ze echt in je nek te hijgen. En bij GVV vind ik dat waardeloos hoe het zit. We zitten achter de boarding, je kan nergens bij. Mensen staan op een hekje te leunen in je nek. Met name in Zuid-Holland vind ik het publiek ook nog wel eens lastig. Het lijkt wel of ze dan op zaterdag alleen maar uitgekozen hebben om jou de hele dag een beetje met opmerkingen te voorzien. En dat maakt niet uit, maar als je dan achter staat, ja, dan halen ze soms het bloed onder mijn nagels vandaan. Willen jullie nog wat kwijt aan de supporters? Nou, ik vind onze supporters, als ik over Spakenburg spreek, die vind ik natuurlijk omdat we die resultaat op de laatste passion hebben, bijzonder positief. Ik hoorde ook van de week van de supportersgroep dat we al 2 bussen vol hebben bij elke uitwedstrijd. Die zit ook helemaal vol. Dus dat is bij ons alleen positief. Wij hebben natuurlijk jaren geleden wel een beetje in het daglicht gestaan. Waren wij niet zo graag geziene gasten bij je vereniging. Maar de laatste paar seizoenen, dat ze die havensite een beetje onder controle hebben. En dat het allemaal af verleden is. Het is helemaal onder controle. Dat het nu eigenlijk heel goed gaat. En dat ze wel achter de ploeg ook staan op het moment. Ja, ik vind onze supporters top. Ik vind wel een beetje meer geduld mag soms. Hè. Soms is er een plan... En dat wil niet zeggen dat het na 5 minuten al kan, het resultaat ervan kan zien. Kijk, je traint. We hebben nu een nieuwe trainer, een aantal nieuwe spelers. Als het goed is gaan we wat meer volgens bepaalde spelpatronen voetballen. Ja, dat moet erin geslepen worden. Dus ik zeg, hou in ieder geval geduld. Kijk, en wij willen ook terug naar die derde divisie. Of naar de tweede divisie. En dat gaat niet 1, 2, 3 zo makkelijk. Dat roepen we wel. Hè? Je kan het doen, maar je hebt altijd een team. Toen de tijd 2 jaar terug met ACV, wat ineens boven komt drijven. Nou, vorig jaar Volendam, wat ineens het gaat redden. Dus elk jaar heb je een team wat verrast. En daar moet je mee zien te handelen. Maar wij lopen niet weg voor onze rol, want we willen gewoon omhoog, klaar. En hoe dat dan moet gebeuren, dat liefst met een kampioenschap erbij over vanaf. Heb je al die soorten van de na-competitie niet. Maar daar moet je wel geduld voor hebben. Het is een plan wat uitgestippeld wordt. En dat wil niet zeggen dat gelijk helemaal werkt. We hebben nu wat blessures in de spitsen. Ja. Dat is een handicap van dit moment. Wat is de beste trainer die jullie ooit meegemaakt hebben? Nou, ik denk dat op dit moment bij ons is het wel het duo Chris Jorg.
ik denk dat dat wel. Er zit zoveel voetbalverstand bij. Die hebben dat ademt voetbal. Dus ik weet dat die spelers die hebben ook heel veel respect voor ze. Omdat ze altijd een plan hebben: een plan A, een plan B. Er wordt getraind op niveau, zeg maar, na de wedstrijd. Ook humor erbij. Maar Chris kan ook keihard zijn. Dus, nou, ik heb er twee. Ik noem Leushuis. Vind ik echt heel goed. Die was toen zijn tijd, we noemden hem een soort Mourinho. Die ging er niet zo ver om bepaalde dingen te gaan doen. En Bluff, tactisch goed. En Zoutman vond ik ook heel erg goed. Ja, hij is ook volgens mij twee keer landskampioen van Nederland geworden. Ja, algeheel kampioen, Zalter kampioen. Titels, maar niet alleen maar ons, maar ook met Argon had hij dat ervoor bereikt. Ja, dat is wel een hele goede trainer. En ook menselijk. De spelers zodanig triggeren dat ze er alles voor doen. Maar aan de andere kant wel met liefde met iedereen omgaan, zeg maar. Dus dat zijn er wel twee die heel goed zijn. En ik heb zelf hoge verwachtingen van Bronckhorst. Gevaarlijk om dat te zeggen. Maar wat ik nu in de staf heb, zeg maar, als assistent, ik heb Paolo. Heb ik gehad als speler bij Philip. Hij is kampioen geworden. Ralf, assistent-trainer. Bij Sander van der Heijden ook kampioen geworden. Nou, Bronck in de tijd van Zoutman de Pauke kampioen geworden. Dus ik heb nu drie oud-spelers met twee assistenten en één trainer. Dus ik ben er persoonlijk heel erg blij mee. Die weten in ieder geval wat er leeft onder de supporters, onder de sponsor, in de club. Weet je, die hoeft niet alles uit te leggen. Als je soms die gasten krijgt uit betaald voetbal, ja, die weten niet eens wat een kantine is. Wat is een kantine dan? Ja, daar gaan mensen afloop van ze bier drinken. Kijk, en ik snap ze ook wel, hè. We hebben wisseling gehad en die zegt, Lammert, iedereen zit te zeiken. Dan moet ik naar de kantine toe. Daar zitten gasten van 16, 17 jaar, 18 jaar. Die hebben 12 flessen bier op en die moet ik gaan uitleggen waarom ik die wissel en die niet erin gooi. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Kijk, en als jij gewoon amateurtrainers hebt, onder andere Leushuis was dat ook eens wel, maar die was daar een meester in. Die was zeggen, wat wil jij ons vertellen, joh? Misschien moet jij een keer bij ons in de kleedkamer komen, zei hij tegen. Heb je ooit een keer gezegd, hè? Tegen een supporter. Kom maar eens in de kleedkamer en jij gaat motiveren. Nou, we hadden die gast in de kleedkamer en die zat zo, Oké, jongens, je best doen, Winnie. Ja, het was over. Nooit glas meer gehad. Ja, dat vond ik wel een heel goed optreden van hem. Hoe lang gaan jullie nog door als teammanager? Nou, ik denk dat ik al 3 of 4 jaar zeg dat mijn laatste seizoen is. Dus ja, ik durf het niet te zeggen. Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Hoor. Ik zou 3 seizoenen of 2 seizoenen geleden zou ik al stoppen. Dus toen was er, had ik aangegeven ook. Er was eigenlijk al een vervanger, maar het ging in februari, maart dat jaar liep het toch anders. En toen kwamen ze weer van, weet toch nog een jaar doorgaan. Moet ik eerlijk zeggen dat het nu met Chris en Jorg natuurlijk, het is Spakenburg natuurlijk wel. Het is allemaal iets gemakkelijker. Je kan alles tegen elkaar zeggen. Er wordt ontzettend gelachen met elkaar. Dus dan blijft de humor er ook ontzettend in. En dan blijft het, dan blijft het helemaal leuk om te doen. Ja, ik weet het niet. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Ik kreeg net laatst een bloemetje van de bestuur en een bon om wat te eten. Omdat ik 20e seizoen in gehad. Maar ik heb altijd gezegd, ik wil ooit nog een keer kampioen worden van de tweede divisie. Nou ja, de opmerking daarvoor zijn, dat duurt nog wel een aantal jaren. Dus we zullen het zien. Ik weet het niet. Ja, we gaan nu aan het laatste onderdeel van het programma beginnen. De derde helft. Daar kunnen jullie vast heel veel over vertellen in de dingen die jullie organiseren met trainingskampen. Hoe gaat dat een beetje, Rut? Nou, ik zou heel toevallig zeggen, Willem, toevallig ben ik maandag en gisteren nog bezig geweest met de trainingskamp te organiseren. Nou, hebben wij altijd een organisatie. Wij gaan normaal met trainingskampen.nl. En die neemt het meeste zorg aan. Maar je moet aangeven dat datum, welke training wil, of je een oefenwedstrijd wil spelen. Welk hotel gaan we uitzoeken, de vluchten, de tijden. Dus het is wel een hele organisatie. En hoe is dat bij jou, Lammert? Ook al zo'n eind van tevoren? Nou, hoe verder je van tevoren doet, hoe des goedkoper het is. Wij hebben de laatste jaren zijn we een paar keer in het binnenland geweest. Trainingskamp kost heel veel geld. Dus ja, je moet even kijken, weegt het op de kosten en het nut ervan. Dus dat is wel een dingetje, zeg maar. Dus wij proberen altijd een deel van het trainingskamp te vergoeden door de bekerprestaties.
Ja, dan moet je wel een paar ronden verder komen. En dat is niet het geval geweest de laatste jaren. Ja, Spakenburg heeft wat dat betreft die kunnen naar Ibiza toe. En jullie hebben het ook wel eens gewoon in eigen land gedaan. Waar ligt jouw voorkeur het meest voor? Kijk, ik vind in eigen land vind ik prima, want dan hoeven we niet te reizen. Kijk, als je naar Schiphol gaat en we gaan om 3 uur verzamelen op de club. En dan ben je 2 of 3 uur van tevoren bij op Schiphol, dus dat is 5 uur of zo. Stap je in het vliegtuig. Nou, en uiteindelijk kom je dan om 1 uur of 10 of zo kom je aan, weet ik veel wat, 9 uur. Nou, even hangen tot je op de hotelkamer is. Nou, dus je bent de hele dag aan het reizen. Die dag zelf kun je niet veel doen. Je doet vaak een uitlooptrainingje. Nou, dan de volgende dag is het vaak 1 training en een activiteitje. Vaak dag daarna nog een wedstrijd en dan nog een keer afbouwen met een wedstrijd. En dan moet je weer terug. Kijk, als jij terugkomt in Nederland, nu zou het ook de eerste week van januari wezen. Kom je in het weekend, zeker maandag terug, die zaterdag erop moet je al trainen. Ja, stel dat het hier rond vriespunt is, daar is het 20 graden, want daarvoor ga je naar trainingskamp. Ja, een wezenlijk verschil. Ja, twee vliegdagen erin met heel veel... Ja, moet ik zeggen, energie kost dat, reizen. Dus dat is wel lastig. Ik vind persoonlijk binnenland prima. Alhoewel buitenland is ja, zonnig, andere sfeer, ja, heeft ook wel wat. En er moet natuurlijk ook veel gelachen worden. Die taak ligt ook bij jullie. Wat doe jij daar specifiek aan dat er enorm gelachen wordt? Nou, je zorgt natuurlijk... André Pauwse, de trainer, ik zorg voor de puntenserie en jij zorgt voor de rest, voor de gezelligheid. Dus ja, dat is wat dingen organiseren. Wij organiseren aardig veel bij Spakenburg. We gaan 1-2 weekenden in een jaar gaan we weg. Een trainingskamp. Met verjaardagen, zeg maar, dan die spelers moeten trakteren. Dus die bepalen hun bedrag. En ik zorg dat er een beetje vis in de kleedkamer komt. Of ik heb wat sponsors ervan, van de lokale bedrijven. Dan komen de broodjes. En dat doen we ook erbij. En hoe zit dat bij jou, Lammert? Moeten ze ook liedjes zingen tijdens een trainingskamp? Nou, meestal als die jongens de debuut maken, zeg maar officieel in het eerste, dan moeten ze eigenlijk op de tafel wel even een liedje zingen. Ja, en op trainingskamp ja, is met name is gezelligheid. Kijk, wij nemen altijd een deel van bestuur of bestuur mee, TC mee. Ja, die kunnen dan ook heel veel gesprekken doen daar. Dat is ook wel echt belangrijk. Of je dat over 10 weken doet, 3 avonden in de week. Of je kan daar in 3-4 dagen eigenlijk iedereen wel een keer spreken. Ja, een gezelligheid hoort erbij. Een keer stappen, wat eten met z'n allen, tapas of dat soort dingen als je in Spanje zit. Dus, en op de club hier thuis ook. Je moet er bij ons ook trakteren. Ja, en dan halen we ook van alles binnen. Ja. Wat is nou de speler waar jullie het meest mee gelachen hebben? De grootste sfeermaker dat je zegt van die gast is niet kapot te krijgen in de derde helft. Tom van der Neut. Ja. Dat is zijn naam mee, ja. Maar hij was echt een geweldige kerel. Ik kon er geen eens over een seconde over na te denken wie ik zou noemen. Maar wat die kerel allemaal presteerde, dat is met geen pen te beschrijven. Vertel eens, een klein iets. Dit is allemaal. Ton had bijvoorbeeld, toen wij kampioen werden, had Ton de kampioenschaal meegenomen. En daar had hij een hele reportage voor gemaakt. Die zondag daarna stond hij met de schaal onder de douche, had hij zichzelf gefilmd. Hij had met die schaal ging die eten. Hij had die schaal naast hem in de auto zitten met de gordel eromheen, weet je wel. Ja, dat was Tom van der Neut. Ja, geweldig. Ja, bij ons Dennis van der Steen, die was helemaal knettergek. Die lachte echt helemaal ziek. Hij heeft mij ook een keer gepakt. We waren op trainingskamp. Het was een Zutphen toevallig in de winter. En waren we eens te stappen en ik kom s'avonds op slaapkamer. Ik sliep toevallig alleen maar. Peter van Zijnen was bij me, maar die moest weg. Nou, en ik kijk op mijn nachtkastje en dan zie ik 25 huiskrekels. Ik denk, ja, bleek je. Dus ik had het licht aan, dus ik doe het licht uit. En die beesten begonnen te chillen, weet je wel, in mijn kamer. Ik denk, god, wat is dit? Licht aan. Kijk even verder rond, al die beesten over die vloerbedekking heen in die kamer. Nog een keer een doosje, 25. 50 van die krekels hadden ze losgelaten. Dus ik had er een aantal doodgemaakt, zo mijn benen en weet ik het allemaal. Maar ik denk, ja, ik ga mooi slapen. Volgende dag, kijk op de gang, om die kieri. Overal liepen die beesten rond, hè. Ja, geweldig. Wat ook heel opvallend is in dit verhaal, dat jullie zo goed met elkaar op kunnen schieten. En, want het is toch rood en blauw. Ja, maar ik ken Lammert het seizoen eigenlijk al lang. En kijk, we hebben elkaar ook nodig soms. Hè. Hij wil wel eens wat van mij, hoe ga jij dat regelen? Heb je een restaurant om te eten onderweg? Of... Ja, en we hebben ook samen
mooie dingen, maar we hebben ook samen minder mooie dingen gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld nog een leuk verhaal. Dat was, of een leuk verhaal, het is helemaal geen leuk verhaal. We hadden altijd een vaste buschauffeur. We zaten bij Besseling en Lambert zat ook bij Besseling. We hadden altijd dezelfde bus, dezelfde chauffeur bij het uitwedstrijden. Wij moesten uit naar Jong Vitesse. En Nico was de vaste chauffeur, die werkte daar. Nou, die moest om 2:30 bij ons zijn. En Nico was altijd op tijd. 2:30, 2:45, 3:00, 3:15. Ik Nico bellen, want we blijven hier. Nou, nooit contact gehad. Op een gegeven moment bel ik Besseling op. Van, ja, ik weet niet, maar we blijven die chauffeur. Hij zei, ja, vanmorgen was hij hier nog. Hij heeft die bus meegenomen. Ik weet het ook niet. Maar we bleken achteraf eigenlijk. Toen hebben ze een familie gebeld. En Nico, die had, die had thuis een hartstilstand gehad. Dus het was natuurlijk was heel vervelend om mee te maken. Omdat hij al jaren, zeg maar, een vriend was in de bus. Hij zat de ene week bij Spakenburg en de andere week bij ons. Dezelfde chauffeur, dezelfde bus. Alleen de ene week bij Spakenburg en de andere week bij ons. Heren, mag ik jullie bedanken voor jullie openheid. Ik heb ook nog een klein presentje voor jullie meegenomen. Want jullie gaan natuurlijk altijd om met de beste elf. Dus dat leek me een zeer toepasselijk presentje. En dat krijgen jullie aangeboden van ons. En bedankt voor jullie openheid. Dankjewel Willem en graag gedaan. Ja, ik heb er graag aan meegewerkt. Dat was leuk. Dus goed gedaan. Dank je.